Vandaag weer een nieuwe video. Ja, en vandaag gaan we het hebben eigenlijk. Ik heb een soort nieuwe serie voor jullie. En die is eigenlijk heel simpel. Ik wil eigenlijk wat oude legendes van vroeger van YouTube, die misschien nu nog steeds YouTube doen, of die misschien niet meer YouTube doen, even bespreken. Want ik wil eigenlijk wat jeugdhelden van mij even bespreken met jullie. Ik denk dat ook namelijk wel hun jeugdhelden van jullie zijn. Waarom ik altijd buiten aan als ik zoveel lul? Nou goed, in ieder geval, vandaag wil ik het eigenlijk hebben met jullie over één legend die na 11 jaar lang nog steeds YouTube-filmpjes dagelijks maakt. Dan kan je best wel zeggen dat je mentaal niet helemaal 100 bent. Maar vandaag gaan we het hebben over Enzo Knol. Enzo Knol is voor mij best wel een dingetje. In de zin van, hij is echt tering groot. Besef even, hè. Er zijn ongeveer in Nederland, volgens mij was het 1,2 of 1 miljoen kinderen zitten er in Nederland. Dus dat betekent onder de 18. Volgens mij was het, wacht, ik ga het even nu gelijk googlen. Hoeveel kinderen zijn er in Nederland? In Nederland zijn er net geen 5 miljoen mensen onder de 25. En dus ongeveer, maar zijn doelgroep is niet tot met 25 jaar. Het zit ongeveer tussen de 6 en, nou, ik denk dat ik een oudere jongen ben voor, of een oudere dan zijn doelgroep eigenlijk. Ik denk zo'n 6 tot 18, denk ik. Nou, als je dat bij elkaar kijkt, dit is 1,5, 2,6, 2,7. Bekijk even zo'n hoeveelheid abonnees, hè. Dus ongeveer zitten er 2,7 miljoen kinderen in Nederland. Dus van 4 tot met 18. Dan zou je ongeveer zeggen dat zijn doelgroep is. 2,7 miljoen. Dan kijk je op zijn YouTube en heeft zijn YouTube-kanaal alleen al 2,8 miljoen. Dat betekent dat je iets goed doet. Dat betekent dat je zeer je eigen doelgroep hebt geneeld. Volgens mij bestaan er oprecht niet meer mensen van zijn doelgroep kunnen abonneren. Ik denk oprecht dat iedereen al is geabonneerd. Ook ik. Het is echt heel knap dat je gewoon na 11 jaar gewoon je volledige doelgroep hebt. Dat is echt absurd. Ik denk, maar kijk, zijn views zijn natuurlijk, die zijn even, daar kan je nog over argumenteren, hè. Die hebben 2 tot 3 ton, soms 4 ton. Dat is niet die 2,8, dus dat zijn helemaal niet vaste kijkers. Maar alsnog, als jij het kan fixen dat eigenlijk zo'n beetje alle kinderen van heel Nederland op jou geabonneerd zijn, dan heb je iets zieks gedaan. Dan heb je een achievement. Dan hoor je eigenlijk gewoon een bonus, een zak geld van de overheid te krijgen van hier een miljard, je hebt het uitgespeeld. Maar Enzo Knol dacht niet zomaar even iets. Nee, hij dacht na 11 jaar nog steeds, ik ga gewoon iedere dag uploaden. En dan zijn maandjes van 22, 25, 28 miljoen views is absurd, maar voor hem gewoon meer dan normaal al 11 jaar lang. Hij haalt dit natuurlijk al 11 jaar lang, die cijfers. En vroeger deed hij ook nog zelfs 2 video's per dag, weet u dat nog? Dat waren de Minecraft en vlogs. Ja, goede edits van mij, Ashley. En deze guy die upload eigenlijk als een monster. Dat is absurd. En de reden waarom ik hem dus ook vandaag even wilde bijpakken is omdat het wat laatste 2 video's geleden, we hebben de Tinnenvideo, als je die nog niet hebt gekeken. Die gaat trouwens lekker over de 1000 views. Dat is voor mij... Dit is geweldig! Deze guy heeft gewoon de helft van mijn leven op YouTube gezeten. Dat is, en ik ben 22, 11 jaar lang dagelijks je leven posten. Deze guy, dan kan je een documentaire maken, een hele serie maken, maar gewoon niet eens een interview. Gewoon, je kan zijn leven op het internet zien. Dat is iets, ja, waar heb je dan over van privacy? Je kan hele kleine dingen nog eruit halen, maar voor de rest helemaal niks. Dat is iets bizar om te zien. En eigenlijk, weet je, in het begin had hij Minecraft en had hij nog zijn vriendin Day. En ik uit respect voor mezelf, en ik heb geen zin om ruzie te krijgen, ga ik het niet doen. Maar hou me even voor je, zoek het mezelf uit. Enzo Knol was eerst ook wel bekend van bepaalde delen van zijn vriendin. En dat deed hij vroeger heel veel. En dat vond ik als kind altijd vies. Dat vond ik niet leuk. Daar vond ik het enige minder vroeger aan Enzo Knol. Maar hij is nu ouder geworden en ik heb nergens meer dat gezien bij zijn nieuwe vriendin. Dat is wel, denk ik, een van zijn grootste persoonlijke groeien van hele gebeuren. Want titel op de thumbnail boeien eigenlijk niet meer zoveel. Dat is ook iets wat 10 jaar geleden nog werkte. En nu zie je het eigenlijk nergens meer. Dat is een goede vooruitgang. Ja, OnlyFans wordt nu een dingetje, maar wij op YouTube houden nog lekker safe. Eigenlijk is dat best wel bijzonder eigenlijk, dat er zoveel dingen ook veranderd zijn. Als je bijvoorbeeld ziet bij zijn oudste video's, dan kun je zeggen, ja, de thumbnails, die zijn natuurlijk niet goed. Maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, de thumbnails zijn ook gewoon anders. Alles is eigenlijk weer beter geworden. En dat is eigenlijk wat leuk om te zien als iemand 11 jaar lang bezig is. Is gewoon dat je 11 jaar lang verbetering ziet. En als hij dit nog 10 jaar of 11 jaar zou doen, dan zou hij dat ook weer. Dan denk je, oh jeetje, wat was dat 11 jaar geleden? Maar deze guy zit op zo'n hoog niveau dagelijks te tikken. Dat is absurd. Eigenlijk, hij heeft best wel een pittig verleden gehad. En dat is best wel grappig om te zien dat hij dan totaal niks van verdriet of zo in zijn video's laat zien. Het is alleen maar leuk, positiviteit. Ja, je hebt pa dat zijn opa doodgaat. Ja, dat is een beetje minder, dat snap ik. Maar voor de rest, deze guy is ook gewoon nog steeds gewoon een klein kind. Kijk, ik ga geen clips pakken, want ik wil niet gestrikt worden of claims krijgen van meneer Knol. Maar deze guy doet gewoon niks anders dan alleen maar een beetje lullen en kloten en in mijn rijden. Met zijn dikke auto, ja. Zeg voor joh, dat je zo'n auto kan rijden, dat is absurd. Ik zou echt alleen maar, dan zou ik het wel weten. Ja, en ja, wat ik ook al zei, deze guy die heeft gewoon een invloed op mijn jeugd gehad. Want opeens ga je nadenken over als kind, over wat zou ik laat willen hebben. Want deze guy begon toen hij 19 was en nu is hij 30, volgens mij bijna 31. Maar
ik was 11 en ik zag opeens dat hij op zichzelf woonde. Ja, als 11-jarige wilde ik dan ook opeens op mezelf wonen. Nu heeft hij een Jurus. Nou, dan ben ik 22. Dan wil ik ook een Jurus, weet je. Dat is een beetje de gang van zaken die je hebt met als je naar mensen opkijkt. Moet ik zeggen, ik ben geen fan van hem. Maar ik vind echt... Ik kijk iedere dag de vlogs met mijn vrouw. Dat is altijd leuk. Dat is altijd gezellig. Dat is wel iets leuks. Alleen, weet je wat ook het raar is? Het begint na een tijdje ook gewoon raar te worden. Dat jij samen met anders een volwassen man zijn leven zit te bekijken. Het idee eigenlijk, als je dat later moet uitleggen aan mensen. Of vroeger. Nou, helemaal vroeger. Dan is dat een beetje raar. Maar goed, voor de rest, ja. Het enige wat ik niet van hem over heb genomen is... Zijn spraak, hij kan computer niet uit normaal uitspreken. Tosti bouwen, what the fuck. Laatst kwam hij in de vlog zeggen, ja, ik ga even een tosti bouwen. Nou, een beetje zwak begaafd, maar voor de rest, hè. Dit is eigenlijk het segment dat als ik ooit later kan zeggen van... Hey joh, ik heb altijd Airpods gesteund. Ze kunnen mij sponsoren. Ja, sponsors, dat gaat nog een ding worden. Zouden daadwerkelijk mensen zijn die onder de 1000 abonnees sponsors hebben? Yes, ja, stuur het me even door. En ook zijn er trouwens mensen, ik hoef niet lang meer als het aan jullie ligt... onder de 1000 abonnees zitten. We zitten bijna... Zal ik mijn eigen account even bijpakken? We zitten bijna... Oh, stil. We zitten bijna op de 400 abonnees. Dan kunnen we natuurlijk al even naartoe gaan. We hebben nog 4 nodig, nu dat ik deze video opneem. En het is eigenlijk jullie de taak om mij die 400 abonnees te geven. Dus ik kan niet echt op mezelf abonneren. Dus like even. En zet even onder welke video of welke YouTuber ik de volgende keer moet pakken. Want dan gaan we eigenlijk even elke keer zo'n beetje over een YouTuber praten. Oh ja, even trouwens een side note. Ik was even drinken. Even een side note over Ezra Kroll. Vroeger zat wel natuurlijk een beetje de cringe erin. Als je af en toe dingen terugkijkt, het is voorbij. Ik snap dat hij die video heeft gemaakt, want hij heeft gewoon kinderen die het moeten weten, die duidelijkheid nodig hebben. Maar een beetje uit elkaar gaan video's blijven toch wel een beetje komisch. Ik zou het persoonlijk niet hebben gemaakt. Die heeft eigenlijk, als je hier naar zijn populairste kijkt, alleen maar hele legendary video's gemaakt. En ook gewoon echt van jaren geleden, die nu nog steeds leuk zijn. Dat is ook iets knaps. En ja, ik blijf het bizar vinden dat je dagelijks kan uploaden. Dat is... Kijk, ik doe 1 video per week en ik zit dan van... Ik moet wel zeggen, ik heb het echt oprecht druk op school en ja... Ik woon op mezelf, dus ik moet alles gewoon zelf regelen. Dat is toch wel een dingetje, maar als jij dagelijks kan uploaden en je hebt gewoon nog een leven erbuiten, dat is echt absurd. Nu doet hij natuurlijk editors en zo, maar in het begin deed hij het gewoon 2 video's op 1 dag. Ja, dat is absurd. Ik zou het wel chill vinden als dat weer kon. Dat er gewoon in plaats van vloggen nog andere content ook... per dag konden uploaden. Dat zou leuk, denk ik, zijn voor YouTube. Als gewoon 5 grote YouTubers gewoon dagelijks uploaden. Persoonlijk wil ik me daarvoor aanmelden, dus abonneer en dan kom ik met dagelijks uploads. En dat is een belofte. Als ik ooit 100.000 abonnees aantik, wil ik dagelijks uploads gaan doen. Maar misschien is dat pas over 100 jaar en dan wil ik niet meer als autobotje zo. Maar goed. Hey, dit was het eigenlijk weer. De volgende keer gaan we het over een ander hebben, maar over wie? Nog geen flauw idee, want dan gaan we eruit zoeken. En voor de rest wil ik jou bedanken voor het kijken. Op mijn neus, oké. Wil ik jou bedanken voor het kijken en abonneer. Geef mij die 4. Houdoe. Ja, dat vind ik mooi geweest. Oh nee. Houdoe. Waarom doe ik eigenlijk? Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik saluteer. Maar goed. Ik moet misschien een nieuwe outro gaan fixen. Iets van... Nee, dat is ook al ingenomen. Maar goed. Ik ga nog even over een nieuwe outro denken. Houdoe.